Rio Klumpers, een van de organisatoren van de Almeloze Ruiterdagen. Die beginnen volgende week aan de Bosrand. Dat is inderdaad aan de Bosrand. En dat eerste weekend zijn de ponies. Bijna 800 deelnemers. En dan de maandag beginnen we met de paarden. En dan zijn er, volgens mijn laatste informatie, 1150 paarden. De firma Bolk CTT is een belangrijke sponsor van Almeloze Ruiterdagen. En in die relatie zijn wij door hem genodigd. Die dagen, de 26e, dan is het zover. Dan starten de eerste ruiters bij ons. Ja, er is in het programma weer het een en ander veranderd. We zijn wat in de zwaardere rubrieken, 31 en 40, gegaan. En daar hebben we heel veel inschrijvingen op. En de dressuur is bij ons altijd een heel hot item. En dat gaat erg goed. Ja, we zijn er ook blij mee dat we dat nog steeds op onze treinen kunnen doen hier. We krijgen daar uiteraard wat subsidie op. En we zijn heel blij met wat grote sponsoren zoals de firma Bolk CTT. Fantastisch. Waar komen de deelnemers vandaan? Uit heel Nederland. Dat is heel vreemd, maar de landelijke ruiters willen gewoon bij ons zijn. En die boeken meerdere dagen met hun paarden om te rijden. Maar ook zeker voor de camping of wat diverse hotels hier in de buurt. En verblijven meerdere dagen bij ons. Ja, dat klopt. Het is geweldig voor Almelo ook dit. Dank u wel.